Er werd onlangs aangekondigd dat in mei 2024 een nieuwe editie van Boxing Influencers zal plaatsvinden. Bij dit evenement gaan influencers de strijd met elkaar aan in de boksring. She-Hulk Jackie Korn uit Schagen heeft 10 jaar lang gekickbokst en wil meedoen aan de volgende editie van het boksspektakel. Ik heb verschillende dames uitgedaagd met Boxing Influencers, maar helaas reageerden ze niet. En ze moeten gewoon komen opdagen en althans gewoon reageren. En ik wil gewoon matten. En met wie wil je matten? Ja, het liefst met Morena. Famous Morena heet ze. Dus het liefst wil ik met haar matten. Ja. Ja, ik ben een groot doelwit, maar zij is ook een groot doelwit. Dan heb je die lippen gezien. Dus dat is mooi makkelijk in de ring. Ja, dus ik wil haar gewoon een paar tikken geven. Ik vind het een beetje nep. Ik vind het behoorlijk nep. Ik vind die hele relatie van haar vind ik ook nep. Komt er een ruzie dan weer aan uit. Met je macho pan, dat klopt voor geen meter. Ja, en ik heb bepaalde reacties gelezen natuurlijk van mensen dat ze mensen opgelicht hebben. Ja, daar hou ik ook niet zo van. Dus ik zeg, als je ballen kan tonen, doe het dan maar in de ring met mij. Is het niet een beetje oneerlijk met jouw gewicht en jouw postuur dat je tegen Morena opneemt? Nou, misschien wel, misschien niet. Ik denk dat zij, als zij er echt gang op zet, dat zij echt wel het ver kan trappen. Dus dan is het wel weer een uitdaging en ik zal ook wel vast afvallen. Dus ik, oneerlijk of niet, ja, zij is helemaal oneerlijk, toch? Met een gezeik. Dus gewoon knallen. En als het gevecht er gaat komen, dan kan Jackie rekenen op een coach met veel ervaring. Jorina Baars uit Den Helder is 11-voudig wereldkampioen kickboksen en al meer dan 10 jaar een goede vriendin van Jackie. Ja, het lijkt me best wel leuk om haar gewoon naar die boxing influencer te begeleiden. En ik denk ook dat ze zeker door middel van haar achtergrond, ze heeft al tijden gebokst natuurlijk, gekickbokst. Dus ik denk gewoon echt dat zij echt een knalpartij neer kan gaan zetten daar zo, zeker. Nou, jij bent een lichtgewicht, Jackie is een zwaargewicht. Kan je er dan nog wat leren? Ja, sowieso. Ik denk de snelheid, conditie, wat leuke techniekjes die ik dan kan gebruiken, maar die kan zij natuurlijk ook gebruiken. En als zij die power om kan zetten ook naar snelheid en die snelheid weer kan combineren met power, ja, ik denk dat ze levensgevaarlijk wordt. Nou, vraag me, is het gevecht tussen Jackie en Morena dat wellicht gaat plaatsvinden, is dat niet super oneerlijk? Ik weet niet, ik ken die hele Morena eigenlijk eerlijk gezegd niet zo goed. Ik hoop dat zij na deze oproep ook gewoon keihard gaat trainen. En dat ze gewoon echt een knalpartij neer gaan zetten. Jackie die wil wat afvallen, nou, Morena misschien een kilootje erbij. En ja, wellicht wordt dat dan, ik weet wel zeker, dat wordt dan echt een knalpartij. Ja, zeker. En uiteindelijk Jackie als winnares? Uiteraard. Als ik bij haar in de hoek sta, dan moet ze gewoon winnen, klaar. Kijk, elke kickbokstrainer is weer anders. En ja, ze heeft niet zo'n 11 titels gewonnen. Dus ik zal vast wel van haar kunnen leren, ja. Jorina is wel aanzienlijk lichter dan jou. Maakt dat nog uit? Ja, 100 kilo zwaarder. En zij heeft daar iets. En ik heb mijn kracht. Dus ja, dat maakt wel een leuk combo, toch? Tot slot richt de She-Hulk zich tot famous Morena. Morena, je moet gewoon komen met je grote lipwerk. En je moet gewoon komen opdagen in mei, want ik ben klaar voor je. En ik wil je gewoon pakken, klaar. Dus stap gewoon zo door die ring in. En kom maar. Zie je daar. Mocht Morena de strijd aan willen gaan met de She-Hulk, dan is ze bij deze gewaarschuwd.